Zeeziek werden ze ervan, de fietsers op de Westervoortse brug. Maar als het goed is, gaat het nu beter, want Rijkswaterstaat heeft de bobbels afgevlakt. Het zou moeten helpen. De eerste berichten zijn positief. Goedenavond. Sluiting van het kroondomein tijdens de bronstijd tot het eind van het jaar. De Partij voor de Dieren is daar fel op tegen, omdat dat alleen maar voor de jacht zou zijn. En hij is vandaag voor de 31ste keer gelopen in Arnhem. Maar wel met een andere route en met meer deelnemers dan ooit. Rijkswaterstaat heeft dit weekend gewerkt aan een oplossing voor de gerenoveerde Westervoortse brug. De brug over de IJssel tussen Arnhem en de Liemers kreeg de afgelopen maand een nieuwe toplaag. Maar fietsers waren daar niet over te spreken, want het fietspad hobbelde zo erg dat sommigen zelfs zeiden dat ze er zeeziek van werden. Herstelwerkzaamheden aan de Westervoortse brug. Rijkswaterstaat heeft dit weekend het onlangs geopende fietspad alweer moeten sluiten voor de verbetering van het wegdek op de brug. Rijkswaterstaat denkt dat met deze werkzaamheden de problemen van de hobbelbrug zijn opgelost. We hebben de dalen de afgelopen twee dagen opgevuld met een soort van kunststofmateriaal, epoxy. En waarom was het de vorige keer nou niet goed? Hoe kan dat? Dat zijn we nog een beetje aan het onderzoeken. Maar het lijkt erop alsof er de vorige keer ook al een stukje uitvulling onder gezeten heeft. Wat allemaal wat afgevlakt is, in elkaar gezakt was, waardoor je het effect kreeg wat we de vorige keer hadden. Dit zijn beelden van wat fietsers moesten doorstaan. 2.000 tot 3.000 van hen passeren per dag de brug over de IJssel tussen Westervoort en Arnhem. En ze waren eensgezind over de kwaliteit van het nieuwe wegdek. Ja, allemaal kuilen. Het zet, ik weet niet, golfslagbad idee. Je moet gewoon echt afremmen met de fiets. Wil je er goed overheen fietsen? Nou, je hele lichaam schudt op je fiets. En je hebt het idee alsof je van je zadel wordt gekieperd. Het is te hopen dat het wegdek deze keer na de herstelwerkzaamheden wel goed is en het hobbelprobleem is verholpen. Het zou moeten helpen. De eerste berichten zijn positief. Na al een rondje gemaakt, hè, en het verschil wat je merkt is toch wel behoorlijk. Ja, als het goed is zijn we vanavond laat zijn we klaar. Dan komen de witte strepen erop. En is in ieder geval morgen voor de ochtendspits is die open. 6 uur en dat zouden we moeten kunnen halen. Ja, en of de hobbelproblemen werkelijk verholpen zijn, dat kunt u morgen vroeg horen bij Radio Gelderland. Een van onze verslaggevers staat dan paraat om de fietsers op de brug te vragen of het geholpen heeft. Het bloemencorso in Lichtenvoorde heeft vandaag duizenden bezoekers getrokken. Timmeren, lassen en plakken. De corso-wagenbouwers hadden het de afgelopen weken druk mee. En vandaag presenteerden ze het resultaat van hun inspanningen aan het publiek. In de corso-wagens zijn zo'n 4 miljoen dahlia's verwerkt. Straks, na Gelderland Vandaag, een uitgebreid verslag van het bloemencorso in Lichtenvoorde. Het is de Partij voor de Dieren al jaren een doorn in het oog. De sluiting van het kroondomein Het Loo van half september tot 25 december. De sluiting van het natuurgebied op de Veluwe zou zijn in verband met de bronstijd. Maar volgens de partij is het alleen maar voor de jacht van de koninklijke familie. En ze hielden vanmiddag een protestactie. Lieve mensen, allemaal welkom. Welkom hier in Apeldoorn bij deze protestbijeenkomst tegen het sluiten van het kroondomein. Harry Vos van de plaatselijke Partij voor de Dieren in Apeldoorn ageert al jaren tegen de jacht op het kroondomein. Met de fietstocht protesteert hij tegen de sluiting van het gebied en het argument dat het om de bronstijd zou gaan. Het is een gelegenheidsargument die niet deugt. Het gaat alleen maar om de jacht hier. Dit is echt het wordt ook door de koninklijke familie als jachtgebied neergezet eigenlijk, in het verleden ook. Kroondomein Het Loo is ruim 10.000 hectare groot en was ooit van de koninklijke familie. In 1959 ging het over naar de staat, maar wel met de voorwaarde dat de familie er nog mag jagen. Tot ergernis van de betogers wordt zo'n 2/3 van het gebied de komende maanden afgesloten. Ja, puur voor de sport. Niet tegen de jacht zijn we hier. We willen eigenlijk het hele jaar door hier kunnen fietsen. En nu gaat het dicht en dat belemmert ons een beetje. Ik ben geen activist voor de Partij van de Dieren, maar ik ben wel tegen de jacht. Ik vind met name dat in een Delerwoud bijvoorbeeld, waar niet gejaagd wordt, wat kennelijk wel kan, dat er dan hier toch gejaagd moet worden. Dus het is gewoon funjachten voor de lol. En dat blijft onacceptabel voor Harry Vos. We hebben die hofjachten, die grote jachtpartijen, hebben we hier weggekregen. Dat is 1 april 2002 is dat helemaal verboden, gelukkig. Maar er is nog zoveel te vechten hier. Nou, daar wil ik mijn leven wel verder mee opvullen. En met mij velen.
De vertegenwoordigers van Kroondomein Het Loo hebben laten weten niet inhoudelijk op de kwestie te willen reageren. Tijdens de Spelen in Rio verloor ze goud na een ongelukkig geval. Maar ze is weer helemaal terug, Annemiek van Vleuten. U ziet het straks in het sportblok. De 25e editie van Appelpop in Tiel heeft veel meer bezoekers dan vorig jaar getrokken. Ruim 150.000 mensen bezochten dit weekend het gratis festival. En vorig jaar waren dat er nog 125.000. Uit het hele land kwamen mensen bij bekende bands als Chef Special kijken. Maar ook Marco Borsato en Guus Meeuwis trokken veel bezoekers. Het was zo druk dat Appelpop zaterdagavond mensen zelfs opriep om niet meer naar het festival te komen. De drukte leidde uiteindelijk niet tot problemen en de organisatie is tevreden. De politie sprak over een rustig verloop. Nog geen 10 mensen werden aangehouden. In Overasselt bij Nijmegen is vannacht een voetganger aangereden op het zebrapad. Scooterrijders schepten het slachtoffer op de oversteekplaats in de Hoge Straat. Beiden zijn met ernstige verwondingen overgebracht naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. En een record aantal deelnemers en een nieuw parcours. Voor de 31ste keer is de hardloopwedstrijd Bridge to Bridge in Arnhem gehouden. De loop wordt nog steeds ieder jaar populairder. En ook zijn er steeds meer kinderen die meedoen. Rennen zo hard als je kan. Honderden kinderen deden vanmiddag mee aan de 1 of 2 mijl Kids Run. Waarbij het motto is, meedoen is belangrijker dan winnen. Nou, je moest heel ver lopen en dan nog goed op tempo blijven. Dat is best wel heel zwaar. Het laatste stukje heb ik nog even keihard gesprint en dat was denk ik ook wel de moeite waard. Want bij de finish wachten kinderen een welverdiend applaus en natuurlijk een medaille. Volgens mij ben jij heel erg trots, of niet? Ja, hè? Dat is supergoed, hè? Ja, dat was de eerste keer, dus het was hartstikke leuk. Alleen maar rennen en niet stoppen. Maar je hebt het nu goed voor elkaar, volgens mij, want lekker even de voeten masseren. Ja, ze doen heel erg pijn. Ja, en dan de sport. Na de Interlands van vorige week is er weer Eredivisievoetbal. Maar weinig succesvol tot nu toe voor de Gelderse clubs, Richard van der Made. Ja, dat klopt, Erik. 2 nederlagen voor de Graafschap en voor NEC. Vitesse, dat speelt vanaf 16:45 in Amsterdam tegen Ajax. En alles daarover te lezen op onze site gld.nl. NEC was gisteravond in Eindhoven kansloos tegen landskampioen PSV. Voor rust was het duel met 4-0 al helemaal beslist en bij die cijfers bleef het ook. De club uit Nijmegen werd overklast en de trainer is realistisch. Dat wordt een moeilijke seizoen. Dat gaat alleen om handhaving. Alles andere is dromerij en alles andere. Dat is echt een jonge team. Zo. En tegen PSV, dat is een Champions League-team, ne? Moeten we ook nog maar even zeggen. En dat is niet ons niveau. Klaar, en bedankt voor de supporters dat ze ons geholpen hebben. Maar nu moeten we natuurlijk ook wat terug laten zien. En dat gaat gebeuren, zeg jij? Dat gaat gebeuren, ja, ja. Sportieve zorgen ook voor de Graafschap. In Velsen won Telstar na een slappe tweede helft van de Achterhoekers met 2-1. De superboeren zijn nu al weggezakt naar de 12e plaats in de Jupiler League. In Velsen signeerde Simon Kistemaker ook zijn nieuwe boek, De Laatste Kulttrainer van Nederland. De 76-jarige Kistemaker was zowel succesvol bij Telstar als de Graafschap. En natuurlijk bezocht hij de Vijverberg in Doetinchem, waar de kist echt geadoreerd wordt. Simon Kistemaker. Dit is de manier waarop supporters van de Graafschap de naam van de kulttrainer skanderen. Begin jaren 90 maakte Kistemaker als trainer furoren bij de Graafschap. En hij klikte ook direct met een andere Achterhoekse held, Benny Jolink. Ja, en de sfeer vind ik ook overeenkomend. Boeren. Dat is bij normaal, maar hier in het stadion ook. En dat, ik zag heel veel overeenkomsten. Een soort rock'n'roll. Simpel. 3 of 4 akkoorden en met volle inzet. Met heel je hart spelen. Die hoort tot mijn allerbeste vrienden. Zo niet mijn allerbeste vriend. En dat is vanaf hier gekomen en dat is zo gebleven. We denken hetzelfde. En ook mijn kinderen, ik ga het jullie vertellen. Echt van vader op zoon, van vader op dochter, van moeder op zoon en dochter. De kist heeft echt bepaald wat en wie de Graafschap is. En dat is goud. Kinderen worden opgevoed ermee nu zelfs. Hè? Van, dat is belangrijk, dat hoor je te weten. Ik heb altijd goed contact met de moeders gehad. Dus ik kan me voorstellen dat die kinderen ook goed opgevoed worden. Ja, altijd goed voor een grap, Simon Kistemaker. Door nu met wielrennen, want daar was wel
groot Gelders succes. Annemiek van Vleuten verraste door op superieure wijze de Ronde van België te winnen. Bijzonder omdat Van Vleuten pas net hersteld was van haar dramatische val in Rio, toen ze op weg naar goud viel. Wij waren dit weekend in België. Een maand na de val in Rio is Annemiek van Vleuten terug in het peloton. Ze voelt zich alweer goed, maar helemaal fit is ze zeker nog niet. Ja, ik heb een stijve rug nog. Die rugbervels heb ik gebroken gehad. Zitten wel weer aan elkaar, maar ik merk wel dat mijn rug nog niet zo mooi beweegt en niet zo soepel is dan als die ooit is geweest. In België, op de steile muur van Gerardsbergen, laat ze zien dat ze haar vorm van Rio gewoon behouden heeft. Op een gegeven moment moet je het gevoel gehad hebben, ik ben de beste van de wereld. Ja, dat was wel echt een geweldig gevoel. Ook als ik de beelden terugkijk, hoe ik reed bergop, dat heeft me heel erg geïnspireerd voor komend jaar. Dan alle reacties die je hebt gekregen, ook nu op je comeback zo snel en überhaupt alle mensen die zo met je mee hebben geleefd, hoe heb je dat ervaren? Ja, heel bijzonder. Vanuit, ik geloof dat ik 25.000 volgers op Twitter erbij heb, maar ook van allerlei nationaliteiten, vanuit elke hoeken van de wereld hebben de mensen het gezien en heeft het echt enorm impact gehad. Ik begreep het ook wel toen ik de beelden terugzag, hoe vervelend het eruit zag en hoe heftig het eruit zag voor mijn vrienden en familie helemaal. En dat heeft wel voor heel veel mensen gezorgd die me nu volgen. Vond je het zelf ook heel eng toen je het terugzag? Ja, ik heb het één keer teruggekeken en zag wel dat het gewoon heel na uitzag. En dan heb ik gewoon heel erg meegevoeld met wat mijn familie en vrienden gevoeld moeten hebben om dat te zien. En dan sta je weer zo, hè? Dat is toch inderdaad wonderlijk. Ja, voor mezelf was het natuurlijk niet zo lastig om terug te zien, want ik weet, ik ben er goed van afgekomen. Maar op het moment dat je de beelden live ziet, dan weet je niet hoe ik eraf ben gekomen en dan moet het veel moeilijker zijn. Maar het is echt een wonder hoe ik hier nu sta en hoe ik weer rijd. Ja, spectaculaire rentree voor Van Vleuten, die zich nu gaat richten op het WK. Vanaf 9 oktober is dat in Qatar. En tot slot melden we u dat golfer Joost Luiten zojuist het KLM Open heeft gewonnen. Dat was in Spijk in Gelderland dus. En tot zover de sport van dit moment. Goed, Richard, dankjewel. En dan gaan we naar Wageningen voor het weer met Reinier van den Berg. Dat was vanochtend serieus even wennen met een grijze lucht. En er viel zelfs zo her en der een klein beetje regen en motregen. Het stelde niet veel voor. En in de loop van de dag begon de bewolking ook duidelijk wat te breken. En de komende dagen komt de zomer compleet en overtuigend terug. Met zelfs tropische temperaturen. Maar vandaag dus eventjes die staart met bewolking. Dit ziet er dan heel erg dun uit. Maar als je het van iets dichterbij haalt, dan zie je ook de laag hangende bewolking op de satellietbeelden terug. En dat zat tot in de middag toch ook nog wel boven Gelderland. En dat drukte de temperatuur behoorlijk. Het werd eigenlijk maar net iets boven de 20 graden. Vanavond en vannacht geleidelijk aan oplossende bewolking. Minimumtemperaturen niet veel lager dan 15 graden. Weinig wind en morgen overdag volop zomerweer met nog wel een klein beetje bewolking. Vooral over het westen van Gelderland kan er vooral 's ochtends nog wel wat bewolking aanwezig zijn. Maar uiteindelijk heeft de zon overal de overhand en wordt dan natuurlijk ook meteen een heel stuk warmer. Maximum temperaturen morgen. Op veel plekken nog niet tropisch warm, maar toch wel 28 of 29. En heel misschien ergens in de Achterhoek al wel 30 graden op de thermometer. Bij een zwakke en soms matige zuidoostelijke wind. Dinsdag wordt het tropisch heet. En dat is uitzonderlijk in deze fase van september. 31 graden is mogelijk. En woensdag kan het nog even warm worden, min of meer, met een graad of 30. Daarna gaat de temperatuur wat naar beneden. En vanaf vrijdag wordt het wat wisselvalliger. Met misschien ook wel een enkele bui. Dit was Gelderland Vandaag en daarin zag u onder meer dat het probleem van het hobbelende fietspad op de Westervoortse brug, als het goed is opgelost. De bobbels zijn afgevlakt en dat zou het leven van de fietsers weer een stuk draaglijker moeten maken. Meer nieuws vindt u op onze app en op de site gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.